Dit is wel een hele goede warm-up lap, hè? Niemand eraf. Nee, ik wou dat zeggen. Zo'n nieuw glitch even weg. Nou, oh ja, ik weet niet wat er gebeurde. Ja, succes jongens. Ja. Succes. Dat ik al heel de eerste bocht. Ja, heel goed best. Ja, goed. Ja, dat ging best. Ja. Kan ik het zo. Ik goed maken in de eerste bocht. Ik het zo. Doe het niet. Ik ben al bijna in de centrum hier. Gast! Niet overdrijven! Niet overdrijven! Nou, ik ben smash hier nog weer voorbij, jongens. We schuiten weer lekker van achteraan. Godverdomme. Hey! Dat was wel heel ambitieus voor. Ik weet niet wie dat was, maar. Wordt heel hard in mijn eigen daar. Ja, nee, dat zeg ik ja, maar. Wel, wie was dat? Teun of zo? Dat was wel mooi uitgezet. Ja, kijk je even, die laatste. Dat is wel heel leuk. Shit happens. Wel een beetje kut, meen erin. Heb je schade? Heb je schade? Niels? Ik wel, ik heb wat front wing damage, maar. Dat is een decent stuff, man. Ik heb 7 passing gewonnen, man, Jack. Minimaal, gelukkig. Dus ik moet ermee doorgaan. Maar we rijden nog, hè? Smees, hou die hoop. We rijden zeker, zeker. Oh, what the fuck gebeurt er? Nou, ik zie dat gek. Ik krijg er helemaal niet aan, joh. Ik ben er niet kraakt. Oh, safety car. Fucking hell, ik krijg er helemaal niet aan. Wat? Blastflag, moet ik een blast drukken? Wat sta je ergens? Hoe krijg ik hier nou weer 5 seconden? Ik heb maar 5 seconden, what the fuck is dit? Ja. Les, ging je nou naar rechts? Ja, schaam in. Nee, ik heb jou voor laten. Ik zie hem echt door. Ah nee! Wat een kutspel! Wat gebeurt hier allemaal, joh? Die moet mij voorlaten. Want dan krijgen we alle twee penalty. Ja, en volgens knelt hij recht achterop, maar krijg ik 5 seconden straf. Nee, Dean, ik ben veel straf. Jij moet er weer langs. Maar dit is sterk, dit kan echt niet. Hou op. Dan moeten we hem even het overgeven, Dean. Jezus. Dat was natuurlijk de reden waarom ik in de safety car hadden. Oh fuck, ja, mijn hele race helemaal verkracht. Ja, die van mij ook. Ik zat daarachter, ik klapte daar volop, wat gebeurde daar? Ja, die twee, of één ging naar links of de andere ging naar rechts. Want ze kwamen tegen elkaar aan midden op het rechtstuk in de braking zone. Remden ze tegen elkaar aan ofzo, maar. Ik ging niet naar rechts ofzo, ja. Ja, één van de twee moeten we aan elkaar komen. Eén van de twee moet of naar links of rechts zijn gegaan, maar. Nou, dat wordt een reparatieracetje. Ja. Nou, hoe heb ik dan 5 seconden voor gekregen? Tering. Ja, dan moet je wel iets heel smerigs hebben gedaan. Neppe game is het ook eigenlijk, hè? Ja, ik heb iemand vernederd gedaan, kreeg 5 seconden. Jezus. Toch weer, hè? Wat een rare shit was dat ook, man. Mijn god. Ik vond het vooral leuk dat toen die guy geband werd, dat er in één keer twee andere mensen de Discord erin kregen. Ja, dat was niet heel toevallig, hoor. Ja, maar er was ervoor ook altijd die erbij kwamen, weet ik precies.
Can the safety car pick up the place in the base, please? Ja, we hebben geen Aston Martin, hè. Die, deze Mercedes is lijkt wel zwaarder dan die Aston Martin. Vond de Aston Martin fijn. Ja, ik vond die best wel wat sneller gaan, moet ik even zeggen. Leek het erop. En hij zei dat hij echt veel sneller door de bocht heen ging, alleen de straight line was misschien wel niet. Straight line vind ik is minder belangrijk, denk ik, voor de jongens achter hem. Ja, helemaal voor dat bandenwarmen, denk ik, inderdaad. Dus toch wel op rechts. Kom op, safety car, de slap, alsjeblieft. Nee, mensen zijn te ver uit. Nee, man, nog een rondje, denk ik. Ja. Ja. Anders was hij nu ook al wel weg geweest, trouwens. Ik had deze keer ronde 1 overleefd voor de verandering, alleen was het ronde 2 raak. Ja, ik heb het overleefd, maar niet zonder... Niet zonder kleerscheuren. Nou, ik ben benieuwd. Hebben we een beetje aansluiting inmiddels? Ja, Smeisje is weer de pit ingegaan, dus ik weet niet dat dit wel eventjes maakt. Nu nog? Ja, nou ja, maar dan moet hij wel op tijd weer terug redden als het is. Dus, Nou. Waar sta je nu, Smash? Pit. Nee, dat red je niet. Nou, toch nog een rondje, denk ik. Heel jammer. Maar die inhaalactie blessen was wel een mooie. Ja, dat is wel hè. Hey, toch een goede start, hè? P14 naar P5. Nee, ik was van P20 naar P13. Ja, ik ging van P11 naar P20. Oh, lekker. Ik werd eraf getikt. P3, P11. Hier een lighter race inmiddels. Cap staat op 3, hij staat nu wel voor jou. Ja, nu kan ik weer niks, want dan ben ik vernederd. Godverdomme. Gaat dat nou de meme worden voor de rest van het seizoen? Ik denk het wel. Ik denk bij de spannendste race van het jaar dat we zeggen vernederd. Het scheelde 16e. Oh, ja, hoezo mag ik dat niet gewoon zeggen dan? Maar, wie rijdt er nou aan de leiding? Enjoy yourself? Ja, maar ik ben heel erg geconcentreerd om niet op de safety car in te rijden. Nog een ronde safety car. Je mag nog een rondje volhouden, dus... Yep. Ik ben doorgevallen van de schudden met die auto. Alvis, ik ga nu de pits in. Nee, geintje. Ja. We gaan ook op warm, hè. Als jij hem maar oplegt. Ja, we zijn weer compleet. Hey. Nou, niemand de pits meer ingaan. Ja. Hij zat toch even om met Haas te gaan rijden, niet? Ja, doe het, man. Wat gebeurt hier nou? Wacht even tot de safety car klaar is. Oh god, what the fuck? Wat is er nou? Dat is het, illegal position overtake. Mick die gaat in één keer rond. Ik denk, wat gebeurt er nu? In de ankers. Dat is wel knap. Sluit wel even snel aan, anders moet er nog een rondje. Gelukkig was hij geghost, anders had ik gewoon vol erop geklapt gewoon. Ik ben blij dat ik geen illegal overtake kreeg, want zo ken ik die game ook nog wel een beetje. Nee, ik kreeg hem wel, maar ik moest het al inhouden ook weer. Die MFD in rijdt gelijk zo ook in. God, stap voor rijden. Godverdomme. Ja, ik moet dit dikke tegen gas geven hier. Ja, maar een beetje kunnen fuel saven, zo. Dat is iets. Ja, ik moet dat denk ik echt wel underfuelen elke keer, hoor. Vergeet dat gewoon.
ik kan alleen maar ERS niet meer uitzetten, dat kan niet. Ja, safety car in de slab. Dit is gewoon zo vroeg op. Nou, we zijn er niet gegaan, toch? Ik zie ze nog flink overaan. Dus, Jo, als je nou iets trager gaat gereden, dan hoef je niet het probleem met de safety car dat je die inhaalt. Oh, good. Doei. Oh, wat gebeurt hier? Je gaat zoveel mensen zo traag, dat durf ik eigenlijk niet langs heen te rijden. Oh, dat gaat fout, jongens. Jongens, alsjeblieft, rem gewoon al een beetje op tijd. Stil rijden, doei. Die had ik meer plekken kunnen winnen, maar ik dacht, nou, ik kijk wel even. Ik pak ook wel dat het een beetje gezettend is allemaal. Ja, ik denk nou, ik geef liever wat plekken prijs nu dan dat ik straks weer eruit lig. Zie je toch die dingen gebeuren hiervoor. Ha, je staat bijna stil, jongen. Ik ga even in. We waren vernapt. Lekker. Ik ben hier allemaal sneller, joh. What the fuck is dat? Die streetlijn speed ik veel sneller. Maar die zou ik er allemaal zitten. Nee. Oh, sorry. Sorry, enjoy. Ik mis die frontwing shit mis ik wel hoor. Zeg, in high speed merk ik ook wel iets voor met dat schade. Een stukje rallycross. Ik zou met show stoppen. Oh, ik denk hier de foto, jongen. Dan wil ik dit zien. Ah. Ah, oh, what the fuck? Maar. Check your MFD for a new strategy option. Laatst gespend, wat ik al heel lang niet meer gespend heb.
Oeh, jezus. Ik heb een nieuwe light op ons vandaag te maken. Ja, ik heb vleugels gehad. Ik heb geen vleugel met een opzet voor. Oh, die haan met zijn mediums, die gaat toch hard, jongens. Wat zit er? Ja, bizar. Ik denk ook gelijk de remmen al. Ja, dat deed ik nog wel, ik voor het lanceer. Nou, daar gaan we elkaar voor vooruit slepen? Of, Ik denk het niet. Remmen. Ik zie het zo. Yo, what's up, Gemma? Wat zei je? Dat is geen verdediger. Ik zag je niet eens, man. Ik zag vol naast je. Ja, ik zag het echt niet. Check stream maar. Je doet dat je bij die ene laatste bocht die vol gas neemt, dat je daar gewoon een keer wel eens de grip verliest. Nee, dat heb nooit gehad. Nee, maar extra nee, dat is wel een punt als je, als je thuis op je banden krijgt, dat het wel een lastig punt wordt. Maar... Ja, maar ik heb net nieuwe banden erop. Of ja, een paar rondes. Ik heb het eigenlijk alleen als ik de curb daar aan. Nee, ik heb de curb er niet aangeraakt. Dan voel ik een keer voet weg. Ik
zes hebben! Oeh, daar ging ik goed de fout in. Alvis, dat kan niet, hè? Oh, dan moest ik mezelf even laten leven, want anders was ik... Sorry. Ga maar. Deze ronde binnenkort. Jij ook of nog niet? Ja, ik ook. Oké. Okay. Nu is het hier als eerste rijdt, denk ik. Hey, yo! Ik ga deze ronde pit aan. Perfect teamwork bij Alfa. Er zat net genoeg tijd tussen. Ja. Ik had ook de melding niet gezien. Ook ronde later, Koos? Ja, is goed. Again. Ik sla nog eentje over, Alvist. Oké, okay, daar gaan we binnen. Oké. Okay. Ja, nee, daarom ik denk ik zeg het nog even. Oh, lekker, kijk dan.
Oei. Het is wel aanpoten hoor. Sorry Mick, ga maar. Geen schade. Nee, dat was... Huh? Ik krijg een nieuwe neus! Nee, waarom? Elke keer... Ik ging het sowieso strak finish waar aan, denk ik. Godverdomme. Wat is dit kut zeg. Mijn neus veranderen. Ja, maar ik wist het niet. Ik wist niet eens dat ik schade had, man. Dat is wel echt schijt, man. Godver, kijk, ik kom precies achter de halfwist. Oh, zou het jou ook een 5 seconden halfwist, of wat was dat? Nee, mijn neus werd al in het begin een stuk gereden. Oh, oké. Okay. Dus ik heb mijn kapotte vleugel gereden tot de eerste pitstop. Die van mij is nog steeds echt heel minimaal kapot. Maar ja, ik heb geen zin om te gaan vervangen, want ik had 5 seconden en vervangen. Nou, dan ben ik 20 seconden verder. Yo, thanks, Anand. Yo. Oké, clear. Waarom moest je dan mijn gas? Ik heb mijn vleugel kapot.
position. Try to keep focus. Green flag. Fuck the group. Fucking hell. Zoals weten dit hoor. We zitten nog niet eens op de helft. Dat wel ja. Kom maar langzaam. Ga rechts. Ja. Thanks. Ja. Nee. Godver. Want ik kwam niet op het circuit, of wel? Nee, ik zie zelf ook bij. Oké, okay, clear. Ja, oké. Okay. Dus ik heb het ook mij gehad. Iemand enig idee hoe lang je op de hars kan rijden op deze track? Zolang als je kan. Ik ben al rond over 20 minuten. We beginnen nu al problemen te krijgen met medium shot.
a second a lap faster. 1 second. Ja, mijn neus moest vervangen worden, Lucadello. Maar dat had ik zelf niet eens in de gaten, joh. Anders had ik het wel uitgezet, want ik had er niet echt veel last van. Thanks, Dallin. Graag gedaan. Was het even glibberen, Smash, of niet? Ja. Yeah. Ik had er ook last van. Thanks, man. The gap to the car ahead is 3.9 seconds. Dat is bijna het muurtje. Nee, het is niet de schuld van mijn pitcrew, jongens. Het is de schuld van mij. Ik had niet door dat ik überhaupt de beschadiging had.
plus 5. Oh, AI cars zijn niet goed gemaakt. Huh? AI cars zijn niet goed gemaakt. Ik heb dat bij een andere car. Ja, dat is best wel. Hè? Hè? Nee. Ik ga lekker in iemands land. Ik heb dat cheater gek aan. Ik heb niet echt lukken. Green haantje komt eraan. Haantje met rode bandjes. Begon ze goed. Ik doe maar niks zit. Ja, die Formation Lab ging uitstekend. Ja, die eerste 2-3 ronden ook. Nagini, ik spel al zonder dat het in zijn hand was. Net een baby shower gehad. Lam als een garnaal? Wat voor baby shower is dit? Daar wil ik ook wel heen. Dat je echt snel last krijgt van traction issues bij als je een beetje wear krijgt. Ja, dat heb ik ook. Zeker omdat ik die front wing omlaag heb gedaan. Ik merk vooral bij die high speed corners. Eng man. Scratch. Goed voor elkaar, man. Seconds.
Goed wegschieten. Ja, ik weet niet. Ik je de kut extra als plan vallen. Het ging lekker. Hey joh. Sorry. Je bent voor de Nee. Je raakt hem op achterkant. Ja. Maar ik kon de spin nog weer in de kop vangen. Blauwe vlag, Smash. Zie nog niks. Zien we eens met oh, die doet het lekker. Die invallen. Gezeten. Trailing our teammate by 19.4 seconds. Ik heb alles op drie. Dus ik denk dat jij er lijkt op vliegen. Oké, de car behind is catching you by 5 tenths a lap. 5 tenths. Waar is dank je. Yes. Oh, ik had niet door dat je pits in ging zitten. Nou, maakt niet uit. Het was snel genoeg voor mij. Die
6 seconds. Dat noemen ze buiten de trek in. Nee hoor. Max, hè? Nou, vandaag mag alles. Precies. Behalve als Max het doet. Ik moet wel Niels, want anders kan ik niet meer de buurt van Cindy op. En, Ja, nee. Dat is wel mag. Dat mag alles doen. Dit mag ook. Ze waren helemaal klaar. 70% tire wear. Je hebt geen schade, toch? Nee. Heb ik dat toch wel? Dank u zeer, Batsif. Heel. Push now.
Yep. No issues with tire wear for now. Keep taking care of them. Happy smash. Let's look at my game cost. Dankjewel, Tim Batsen. Graag gedaan. Ik ben dat ze meer gebruik van de banden mag, hè. Oké, de pits in. Oh, jezus. Ik heb een ERS bug, dus... Kevin, dank je wel voor die follow. Exit now. Smash gecrashed of zo? Denk maar. Ah, yep. Oh, oké. Okay. Ik zie al bezig nu opzacht. Dus. Strategy complete. See these tires through to the end now. Mick, pas op, hè. Zo, een lekker smash terug. Ja, je blinkt een stukje naar achter. Wel kort. Hou de baan, hè. Zeg je? Hou de baan, hè. Ja, ik heb nieuwe bandjes. Was dat last fight? Pas op, Dean. Dankjewel. Thank you.
kwam er nou pas achter dat mijn microfoon de hele tijd uit zat. Vonnias was dagstil. Ja. Oh, ik was wel lekker rustig zo. Hey, ik heb wel wat gevloekt hoor. Ja, tot je mij aangehoord of heb. Hey, weer... Ah! Ja, dat duurt niet lang. Ja! Dat is het rondje van de zaak. Zo. Raakt ik je cheater? Nee, ik vond mij niet. Maar wel nice met de fiel. Ja, jammer dat het voorbij is. Oké, maar helemaal op handjes ingebouwd. Wat zei je? Maar helemaal de tanks in zweet. Ja, same hier. Ik ben niet de enige man. Ja, maar ik heb sinds kort heb ik mijn PC die heb ik zeg maar onder mijn tafel neergezet. Dus Jezus man. Ja, die schijnen wel eens warm te worden, hè? Oh ja, ik vlug. Deze voor P1. Ik zie allemaal dingen switchen voor. Ja, Sunrise en Joy is hier niet op. Wie zit er in geel achter mij? Zou ik kunnen zijn. Ding aan het gooien ofzo. Waarom zie je spullen op de baan liggen? Ik wil geluiden bij mensen vandaan komen. Wat ik de flappers van rechts. Ja, die hoor ik ook, ja dat klopt, maar die hoor ik altijd. Klopt. Hoor je niet, die wens niet. Kom maar. Ik ben hier al links van. Ja. Oh, hey, kom. Hey, achter de Alfa. Kutspaar. Pas op. Oh. Ik raakte hier toch niet aan, Sudo, of wel? Nee, was ik zelf. Dat is waar ik het mee moet gaan doen, na die laatste plek geweest. Wat ga je doen? Nee, ik ga nooit meer verder komen. Ze rijden 20 seconden voor me, ik rij op plek 5. Plek 5 nog? Ja. Nou, heb je het toch best netjes gedaan? Maar nee, ik kan er niet ontevreden over.
links, Alvis. Ja. Ik weet niet wie er achter me maar rijdt, maar geef even aan wanneer je echt wil inhalen. Zakken. Front is 27.5 seconds. Ik had gewoon nooit op de Haas moeten rijden, ik heb gewoon zoveel tijd mee verloren. Nou, ik merk met als ik met soft, ik met soft reed en niet als die wear hebben, dat ze ook echt een lichter waard zijn. Hoor. Ja, die vallen heel snel af. Ja. Bij die soft zeg, dat ik blijven rijden. Dan heb je echt bij elke bocht dat je tractieproblemen hebt. Wat de hel, joh? Ik kom met die handen tegen de zijkant aan. Ik heb er heel wat tijd voor, hoor. Om jou voor te laten. Kijk eens. Sorry, man. Maar je had geen hinder, toch? Nee, absoluut niet. Oh, mooi. Ik zeg aan het twijfelen. Ja? Nou, ik kwam ook ineens heel dichtbij. Ja, maar ik rende eerder, want ik wilde eigenlijk jou ervoor gooien. Ik kon ook gewoon weer zo verder gaan. Verder rijden. Oh, fuck! Wil je wel doorrijden? Ja, nee, ik heb geen tegenwoordig. Oh, dat is mooi. Fucking hell, ja. Big Willy. Die ene curbstone, de auto's. Hey, dan man. Hey. You may overtake the safety car. It is waiting to pick up the leader. Wat is eigenlijk gebeurd? Ik heb die snelle bocht gevraagd. Ik ben op de curb. Oh ja. Snel is ik in, bedoel je? Ja. Ja, ik was te bang om Yusuf, want voor mij is hij niet heel erg aware. Wat de hel is dit? Oh! Nee, dit is mijn bot. Ik werd gelijk overgenomen. Dat is mijn enige bot. Wat de fuck was dat? Die heeft de kaart staat stil op het stuk. Nee joh. Ik denk, wat doen jullie nou ineens? Nou, wachten. Wat? Jongens, ik ga wel de safety car proberen in te halen. Kijken of ik die lap mag inhalen. Nee, dat is niet. Nee. Dat is een afval. Dat is een afval. Dat is een afval. Dat is gewoon niet in het spel zit. Ik heb een tijdstraf voor niks. Omdat ik mezelf in heb gehaald, zegt hij. Mooi champion, blijft. Ja, lekker man. Die safety car is mooi kut. Ergens vind ik hem nice, ergens vind ik hem niet. Ja, ik vind hem helemaal niet nice, ik heb geen goede nieuwe banden. Nee, dat is toch een Aston Martin. Ik had gelukkig nog nieuwe mediums, maar volgens mij had ik redelijk nieuwe softs met maar één qualifying record, maar ik durfde het niet aan. Dus
kun je dat nergens zien. Want dan kreeg ik gewoon één keer eentje van de 7 moeten worden. Ik doe mijn best, ik Sandra. Ja, dan. Is niet makkelijk. Ik heb een inval. Weet ik veel? Nog niet? Oh. Nee. Niet ik ga het er niet op wagen, Koningstorm. Ik ga het wel proberen. Nou niet, dat zit niet in het spaal. Nee, dat niet, jongen. Wat hebben we afgesproken? We hebben afgesproken dat we het niet gingen doen. Oh, nou, dat weet ik niet. Ik heb meerdere keren dat het niet. En maar het zit gewoon niet in het spel. Nee, daarom. Het zit niet, dat unlappen zit niet in het spel, dus... Ik kan er ook niet doorheen rijden. Ik wel. Dat heeft mij zelf vaak genoeg geprobeerd. Daarom. Nou. Toch maar proberen dan. Wie, ligt Sinjot er lang uit? Ja, ik ben net schoon. Ja. Echt super kut. Ja, we hopen van zegen voor de volgende game, want Het is al zo lang een issue. Nou, als hetzelfde engine weer is, dan hebben we gewoon. Nee, ik heb geen nieuwe software. Oh, dat, niet. Dat doe ik natuurlijk niet per se hetzelfde probleem, hoef je niet per se hetzelfde probleem te hebben. Ja, maar dit is toch kut, want het zit al jaren in, hè? De kans is wel groot dat het wel weer gaat gebeuren natuurlijk, maar als ze echt een focus erop zouden leggen, dan kun je het in deze engine er ook wel uithalen, denk ik. Ja. Maar ja, het is natuurlijk niet zo'n focuspunt, het is niet een selling point, dat je een werkende, goede werkende safety kan. Wat is dat, man? What the fuck, ik ga vuist comploting! Nee, ik denk hem aan. Hoe krijg je het voor elkaar? Je moet echt super langzaam rijden. Ja, maar ik keek toevallig heel even de andere kant op. Ja, moet je niet doen. Maar het was echt zo'n tikje van likbreed, laat ik het zo zeggen. Oh, ik heb ook drie mensen voor me die ik moet lappen. Waaronder Blast Fire. Oh. Ja, ik ga je achter 1 en 2, dus. Ja, Blast die bijna Sido aanrijdt, zal ik daar. Dat zal ik ja. Ik zie af en toe die rood oplichten. Het is een limit, jongen, het is een limit. Dat heb ik ook dat als ik Blast ga lappen, dan moet ik, dat doe ik altijd maar gewoon een goed geluk. Even een klein kruis, schieten en dan proberen maar gewoon wat. Maar hoe kwam het safety car nou eigenlijk? Geen idee. Tweede bocht naar die tweede DRS. Best caps, caps is wel dichter bij mij. Dat is wel een keer natuurlijk. Wat een kut safety car. We wachten ook van Alfa Romeo toch? Ja, die rijden nog even. Beste machten. Safety car. Ja, moet ik één wat afsluiten. Ja, ik ben onderweg, jongens. Stap ben. Ja, wacht nog maar even, daar heb ik nog wat aan mijn sos. Dus even uitstellen nog, show stoppen. Team Tactics. Precies. Ja, dat kan het einde zo niet. Ja, nou ja, ik vind het ook geen aanstelling hebben op de nummer 1 en 2, want die rijden gewoon 3 auto's tussen. Ja, nee, maar ik heb al helemaal geen dinges, want zeg maar... Ja, ik ga sowieso aan de kant. Nee, maar de nummer 10 die rijdt 1 minuut 17 zeg maar voor me. Weet je, die rijdt nu zeg maar achter mij. Ja, hetzelfde heb ik met Smash. Smash rijdt niet 2 minuten voor me, blijkbaar. Nou, die rijdt hij vlak achter je. Ah, nee, hij staat achteraan in de rij. Ja, net bij jou voorhaan was de cut-off, dus dat was een beetje vervelend. Ja. Ja, daar kan je nu niks mee winnen. Nee. Maar het is gewoon zo krom. Ja, het is gewoon pech. Zeg maar, de achterblijvers staan gewoon, zeg maar, eigenlijk mocht unlappen bijvoorbeeld. Want... Ja, ik vind het ook heel dom. Ja. Nou ja, het grote probleem is natuurlijk ook dat je heel veel mensen op heel veel verschillende laps op zitten. Dat is een beetje ook, dat is ook wel kut. Want sommige mensen zitten op 3 laps achter, de anderen op 2 laps achter. En ja, dat gebeurt dat eigenlijk bijna nooit. Dat kan maximaal 1, 2 misschien. Hé, hey, dat is wel top. Eerste ronde aan. Oh, fuck. Oh, fuck, hoppa. Heel veel.
Ja, enjoy your ride. Oh, maar wat? Krijg een fucking time penalty. Ja, hey, what the fuck? Waarom word ik er nou afgereden? Oh, goddomme blaas. Wat is het? Safety car uit te zijn. Ik word er helemaal gek van. Ja. Ik ga rechts rijden, zeg maar Phillips. Ja, dat zegt hij. Wat gebeurde er nou weer? Ja, ik ben niet goed. Ik kon een penalty voor niks. Nou, gelukkig heeft iedereen een beetje penalty behalve zo, maar die gaan zo van weer rijden. Pas op, Raccoon Dog. Ik ga hier rechts voorbij. Aanblijf links. Ik heb mijn voorvleugel wel kapot, dus dat wil ik niet. Ja, ik ook hoor. Dus, ja, laat het maar jongens. Hey! Okay. Niet retireren jongens. Ja, wanneer? Kom maar jongens, zeg. Ik zeg dat maar thuis, ga maar. Ik heb gewoon dik aangedeeld. Ik kom langs de binnenkant. Ja, ga maar. Kom maar gewoon, de god voor zich. Ja, thanks. Sorry, op mijn nerd, die was mijn fout. Wat een communicatie, jongens. Hey. Pijn voor het pijl, die hele fucking kleur. Wel leuk, die safety car, hè? Ja, laten we ze vooral uitzetten. Oh, wat. Wel leuk, we kijken. Dat is waar. We rijden voor de, we zijn een entertainment sport. Precies. Is dat zo? Ik weet niet precies, ja. Second penalty ignore blue flag, maar ik heb niet. Ik vind het ook bizar dat. Het is ook bizar dat op de eerste 5 van allemaal 5 seconden penalty hebben. Dat ziet er zo bizar uit. Ik ga hier met de putstraat naar de fucker. Jongen, blauwe vlag. Kom dan. Ja, je stuurt in. Nou de Smash Special show. Ja. Nou, dat was mijn battle. Ik volledig door gereden worden, ja. Nou. Ja, maar als jij instuurt. Als je bij blauw vlag moet je soms gewoon echt even gewoon vol van het gas afgaan op een rechts. Weet je, anders dan is het meestal nog echt ja, lastig om je in te gaan. Dan zit ik als 14 te battelen met 13 en 12 voor en dan moet ik maar vol van het gas af. Ja, ja dus dat werkt met blauw vlag. Dat werkt met blauw vlag, ja. Ik rijd al op lean. Fijn is anders, ik weet het kan. Ja, maar misschien rijdt die persoon toch ook op lean? Dan moet ik maar op de rem hier. Ja, dat is hoe blauwe vlag werkt. Dat is zo werkt een blauwe vlag. Rechtstuk wil je niet in de bocht, hè. Daar moet je het aan zien komen, als je ziet dat het gewoon al close is. Gewoon al een rechtstuk, dan heb je wat langs laten. Mm. Ja, sommige mensen zullen in de bocht moeten doen, dan krijg je alleen maar lompe situaties. Ja, nee, in bochten moet je nooit van je gas gaan, want dan maak je het alleen maar gevaar. Sorry, die afstand van. Sorry, zomaar. Oh, lekker hoe die met de pet wordt gegooid.
ik wil niemand in de weg rijden, joh, maar... Dan rijd je er bovenop, hoor. Oh. Yellow flag. Ja, die jongens kunnen wel racen. Ja, maar ik ga er zomaar in, maar die staat achter hem. Weet je, maar wil ik die totaal niet in de weg zitten, weet je, in de caps. The car behind is dropping back by about 3/10 a lap. Ah, joh. Is wel lekker hoor. Ja, die zijn constant gewoon aan het vechten. Ja joh. Lekker top. Bless fire, kom langs straks. Jo. Ja, blijf varen. Dank u. Ik heb nog een vraag, ja. Gevaarlijk achter ons. Holy shit. Ja. Dat had ik net ook met cheaten. Alf is meteen erachter. Vijf, zes, zeven. Luister, pas op, ik kom maar zo aan. Ik ben er weer bezig. Ik heb een volgens mij. Ik heb een aardige vettels wel, hè? Ja, ik had volgens mij ook maar voor de used zoals ze moeten gaan. Ja, ik, ja, ik heb het ook gedaan. Het was de juiste keuze. Ik durfde de gok eigenlijk niet aan. Ik ook niet. Ik ook niet, want ik weet niet welke soft ik in één keer eronder zou krijgen. Ja, maar je hebt toch die hele gebruikte, zeg maar, en daarna eens vroeg die je ook gebruikt hebt in de qualifier. Ja, dat had ik dus ook, en maar ik durfde dat niet aan. Ik was bang dat ik dan een eentje kreeg die... Alp is buiten nog. The gap to the car ahead is 2.6 seconds. Gaat de sunrise nog op plek 2?
Ja, hij zit al DRS in. Ik ben er bang voor. Ik heb het zo met mijn nek met cheater gek, man. Goed, cheater gek, hou ze op. Zorg dat er buiten die 5 seconden komen voor mij. Oh. Ja, we zijn bij 5 seconden, ja. Ja, jammer, stop. Ik bouw een leuke middel met jou aan. Oh, kut. Ik ben ik probeer dat te stoppen. Ik probeer dat te stoppen. Oh, fuck. Tweede keer. Ja, niet bij mij. Ook, ja. Ik ken het op Steam zien, ik probeer het echt te stoppen. Nee, dat ik wel. Ja, dat is een ja, we kunnen in this engine mode much longer. Ik kom op de target. Ja, hij heeft die snelheidsverschil. Tering. Ja, maar heeft die soft, dat gaat zoveel sneller. Ja, kom maar terug, man. Ik zat net in stukjes waar je echt denkt van nou, daar kun je niet sneller of zo. Gewoon vol recht door. Dat hij gewoon letterlijk gewoon meer tractie heeft. 5-6-7, dat ook een lekker binnen wordt het zo close, hè? Ik zit elke keer 5-0, 4-8. Oh, geintje, ik dacht dat de plus af op jou was. Dat is op mij. De eerste eindje. Ik kon niks liever doen, dus dat was... Minder hard insturen, dat kun je doen. Waarblieft! Minder insturen, dat kun je doen. Nou, jullie hebben wel de 5 seconden veilig gesteld, jongens. Goed bezig. Ik heb het al. Ik heb het wel kunnen pakken. Jezus. Kut. Dan kom ik overal in de fucking blue flags nu. Nou, we zijn bijna klaar. Dat valt in. Ja, maar ik moet het wel volgen. Ik moet het nog niet. Nee, dat kan niet meer. Laat het volgen. Je hebt gewonnen, Teugel. Oh, nee. Gefeliciteerd, man. Gefeliciteerd. Oh. Lekker nieuws. En mijn kan dat toch niet wegkept? Ja, ik ook niet, dus jij stuurt op mij in. Ik ga zitten helemaal aan de buitenkant. Negende. Ik kan er toch nooit niet weg, ik zit rechts. Ik ga toch niet naar links. Is goed, Alves, maar niet uit. Ah, dit wordt matte. Ik hoor het nu al.